Pomphouder Paul Vlasveld pikt het niet langer. BP wil dat hij de benzine voor dezelfde prijs gaat verkopen als bij de onbemande stations. Volgens de pomphouder betekent dat zo goed als zeker het einde van zijn bedrijf. De situatie is eigenlijk nu zo dat de BP in Oosterhout hier op het einde van de straat de brandstof goedkoper verkoopt dan dat ik hem bij BP kan inkopen. De maat was behoorlijk vol, ja. Volgens Vlasveld probeert BP hem bewust het leven zuur te maken, zodat ze het tankstation kunnen ombouwen naar een onbemand station, zoals hier even verderop in Oosterhout. Je zegt eigenlijk van ja, BP is ons gewoon aan het wegpesten. Daar komt het op neer. Paul Vlasveld is inmiddels de tweede generatie in het pompstation aan de Middellaan. Zijn vader startte 42 jaar geleden met de huur van het bedrijf aan BP. Je wordt hier heel welkom ontvangen altijd en ze staan altijd voor je klaar en nu is het ineens over. Althans met de benzine, dat is een trieste zaak natuurlijk. Ze kunnen van de snoep en de sigaretten hier niet overblijven, dat weet iedereen. Want de pompen mogen dan niet draaien, de winkel draait wel gewoon door. Ik kom ijsjes halen, ik heb een paar kinderen met keelpijn, dus ook deze functie hebben ze. Het is niet alleen het tanken wat hier gebeurt. Je merkt toch dat we veel vaste klanten hebben die gewoon iedere dag terug blijven komen. We hebben in deze omgeving ook een beetje een buurtfunctie. En daar zijn we erg blij mee. Ja, je hebt die benzine eigenlijk helemaal niet nodig? Eigenlijk niet. Ja, natuurlijk wel. Kijk, we hebben hier in het verleden miljoenen liters verkocht. En dat is toch wel een beetje onze core business. En daar zouden we graag nog wel mee doorgaan. BP heeft nog niet gereageerd op de actie van Vlasveld. En het concern heeft ook nog geen reactie gegeven tegenover Omroep Brabant. Eerlijk gezegd hoop ik dat toch de familie Vlasveld en de BP er snel uit gaan komen. Zodat wij hier weer gewoon op een normale manier kunnen tanken.